Dag allemaal, vandaag gaan we slagroomsoezen maken. Voor de slagroomsoezen is een kookdeeg, dus ik ga tijdens het koken ga ik uitleggen wat we gaan doen met de deeg. Maar eerst gaan we over naar de ingrediënten. We hebben nodig 100 gram boter, ik heb het al in een pannetje gedaan, 100 ml melk, 100 ml water, 100 gram bloem, een klein beetje zout en 4 eieren. Zo, ik heb de boter heb ik langzaam laten smelten tot er dit over heb. Heb ik de water en de melk en het suiker eraf. Suiker, zout erbij gedaan. Komt ook de suiker. En dan laten we gewoon eventjes smelten en dan laten we het koken. Op het moment dat het kookt, laten we eventjes een poosje doorkoken. 2-3 minuutjes en dan halen we van het vuur af, gooien we de bloem erin, roeren we de bloem erdoorheen, zodat alles is opgenomen. Gaat hij terug op het vuur, laat het nog een keer koken, zodat of de bloem een bol gaat creëren of de vet eruit gaat lopen. En op het moment dat dat gebeurd is, dan pas gaan de eieren erin. En dan is het beslag ook klaar voor de staartzak, nadat je het laat afkoelen. Zie je bobbels? Wij zien bobbels. Dan ga ik het even weghalen. Nou, ik heb het van vuur. Pakken wij de bloem, die pleuren wij er in één keer in. Dus ook alles in één keer. Niet die 10 delen, dank je. En dan gaan we helemaal oproeren totdat alles is opgenomen. Als dit allemaal is opgenomen, dan gaat het weer terug het vuur op. Zorg er wel voor dat alle bloem opgenomen wordt. En dan gaan wij op het vuur gaan wij de bloem garen. Dat zorgt er dus voor dat jij een open structuur krijgt en dat de spul goed rijst. Nou, staartje op het vuur, middenhoog vuur. Ja, goed blijven roeren. Het begint al sissende geluidjes te maken, het begint aan te bakken op de bodem. En dan moet je net zo lang blijven roeren totdat het of een bal begint te vormen, of de vet er een beetje uit begint te lopen. Ligt er net aan wat het eerst komt. Nou, het beslag laten we nu even afkoelen en dan gooien wij de eieren erbij. Het is met zo'n elektrisch kookplaat altijd een beetje uitvogelen wat wat is, maar ik ga ervan uit wat goed is. Ja, zie je wat het eindresultaat is. Ja, tot straks. Even laten. Laat afkoelen. Gooien wij de eieren erbij. Ik krijg er wel een mooie bedekte pan van hoor. De onderkant is vol. De hele ei op laten nemen. Ik heb ondertussen de oven voorverwarmd op 210 graden. Die is net de temperatuur. Nou, eerst is opgenomen. Ik kom naar de tweede erbij. Deze ook eveneens, wachten totdat hij helemaal is opgenomen. Het makkelijkste met dit geval is om hem in een ander bakje te doen. Dat heb ik weer niet gedaan natuurlijk. Ja, dan hou je de rest ook een beetje schoon. Ook opgenomen. Pleur het nimmetje en drie erbij.
En nou willen we gewoon even kijken, lukt dat met 3 eieren of lukt dat niet? Als dit genoeg is, dan hoef je er 4 eieren niet bij te doen. Je moet het gewoon normaal kunnen verwerken met een spuitzak of, als je geen spuitzak hebt, 2 lepels. Kun je het zo op de bakplaat leggen en met bakpapier erop. Heb ik ondertussen ook al klaar liggen. Gaan we bij deze gewoon kijken, lukt het zo, lukt het niet. Ja, het is eigenlijk nog net te stevig. Ik blijf hier er wel bij. Dan lukt het niet, dan heb ik een hele video van Jello gemaakt. Pling. Ik vind het geweldig. Tijd om op te spuiten. Zo. Spuitzak is gevuld. Doe dan. Dan gaan wij dotjes maken. Zou even kijken hoe grootjes ze wil hebben. Hou er een beetje ruimte tussen, want ja, ze gaan reizen. En je hoeft geen gekapperde spuitmond te pakken, maar... Nou, daar gaat dit de oven in. 210 graden, 20 tot 25 minuten, ligt eraan hoe groot je ze maakt. Nou, ik heb de slagroom in de kom gedaan. Dan smeren wij de suiker bij. Zoals ik al zei, hier is een uitsmaak. Het is 250 ml slagroom. Moet je nou eens kijken hoe mooi ze zijn geworden nou. Ze moeten nog 10 minuten ongeveer. Nou, ze zijn klaar. Mooie grootte geworden. Zien er mooi uit. Dus, we gaan ze vullen. Nou, ik heb de slagroom. Ik heb de slagroom. Met deze slagroom gaan wij deze sushi vullen. Daarvoor gebruiken wij een spuitzak. Met een beetje een scherpe voorkant. Dus die kunnen aan de onderkant kunnen inspuiten of indrukken. En dan spuit je de binnenkant vol. Dus praat eventjes vuller. Ik was op zoek naar een pannen liggen, maar die zit nog in de pan. Ik heb alles afgewassen, behalve die. Dan vullen wij deze met de slagroom. Ik ben eigenlijk wel bang dat ik net te weinig heb, maar ja, ik heb nog iets meer dan een liter op voorraad, dus ik kan zo bijmaken. Daar pakken wij één, dan drukken wij het onderkant in. Een klein gaatje maken zou ik zeggen, maar dat wordt niet met zo'n ding. En dan vul je hem aan de binnenkant op. Dan ga je altijd bij langs. De kant maakt het niet uit. Nou, dan wil ik jullie bij deze allemaal bedanken voor het kijken. En ik hoop dat jullie de recept gaan namaken. Zo ja, laat even weten in de comments. En nou, zie ik jullie de volgende keer. Laters!